Lindelust werd in 1870 gebouwd als landhuis door de familie Lange. Vandaar de naam Lange Linde. En deed in de loop der jaren onder meer dienst als een kindertehuis. En later werd het een verzorgingstehuis. Van het oude hoofdgebouw blijft een monumentale voorgevel overeind. Daarachter komt een zorgcentrum. De projectontwikkelaar is daarover nog in gesprek met een samenwerkingspartner. De twee karakteristieke poortwoningen aan de Bossenweg blijven eveneens intact. De bestemmingsplanprocedure is afgerond. De bouw start in de loop van het jaar. Met de verwachting dat ergens in 2022 de bewoners de sleutel krijgen. Met speciale graafmachines is de afgelopen week de wildernis langs het Duits lijntje ter hoogte van de Kulsebaan rigoureus onder handen genomen. Overhangende takken en struiken zorgden soms voor onveilige verkeerssituaties en belemmerden de toegang tot achterliggende percelen. Maar wat betekent het verwijderen van al die bomen en struiken voor de flora en fauna? Volgens Joost van Rooy van de natuurwerkgroep Bokstel zijn de consequenties voor alles wat daar groeit en bloeit van tijdelijke aard. De muizen, konijnen en egels die daar leven kunnen gemakkelijk een paar honderd meter verhuizen. Bijvoorbeeld naar het Pirkesbos. Of verderop in het talu van de snelweg of langs het Duits lijntje. Dat geldt ook voor de kevers en vlinders die daar zomers graag rondvliegen. En omdat het broedseizoen nog niet is begonnen, zullen ook de vogels er geen nadelige gevolgen van ondervinden. Er is voor hen in de omgeving voldoende ruimte om een nest te bouwen.